Welkom bij Vriendenzorg. We gaan vandaag iets doen voor het goede doel. We hebben allebei keilange haren. Ja, en daar kunnen wij iets mee gaan doen voor het goede doel. Wist je dat je haar kan schenken aan mensen die eigenlijk ziek zijn? Sommige mensen die verliezen hun haar als ze ziek worden. En daarom we kunnen we onze paardenstaart schenken om die mensen eigenlijk te helpen. Nu, wat moet je doen? Als je bij de kapper gaat, moet je vragen om minstens staartjes van 30 centimeter te kunnen schenken. Heb jij 30 centimeter? Ik denk het wel even te laten zien. Zoiets? Ja. Ja, voilà. Dus, zijn jullie benieuwd of wij dat gaan doen? Eén van ons twee dat gaan doen? Wordt vervolgd. We gaan onze haren even verstoppen. We hebben onze mutsen bij. En dan wordt het zo meteen vervolgd. Gaan jullie het resultaat zien? Doe jij eerst het wel? Ja, onze haren goed verstoppen, hè. Geen enkel haartje nog zichtbaar. Ja, ik heb toch een patat gegeven. Allee, pak die muts. Zet die muts maar. Ja. Klaar? Ja. Wacht even, staat er nog niet. Alle haartjes verstoppen. Voilà. Tot zo. Dag. Wij zijn terug van de kapper. Rara, wie is zijn staart eraf geknipt? Gaan we eens kijken? Ja. Gaan we zijn muts aan doen? 3, 2, 1. Wie van ons twee is een haar? Mama! Zijn jullie benieuwd om mijn staart te zien die eraf is gegaan? Dit is mijn staart en die gaan we opsturen voor het goede doel, voor het kankerfonds. Hiermee kunnen we dus andere mensen steunen. En ondertussen heb ik een nieuw kapseltje. En wanneer ga jij je haar knippen? Nee. Misschien volgende keer. Dag! Dag!